burgerlijke ongehoorzaamheid wil volgens een traditionele notie zeggen dat mensen in verzet komen tegen een bepaalde wet of tegen een bepaald beleid, om de legitimiteit daarvan in vraag te stellen. Ik heb uitgelegd waar die term vandaan komt historisch, wat die term zowel impliceert en hoe het zich ook verhoudt tot andere vormen van politieke actie, zoals directe actie bijvoorbeeld. Maar we hebben ook een discussie gehad over wat zou burgerlijke ongehoorzaamheid vandaag de dag moeten betekenen. En een van de noties, een van de vragen waar we het over gehad hebben, is de vraag: wat is eigenlijk de notie van burgerschap die daarin geïmpliceerd is? Want bijvoorbeeld als het gaat om klimaatpolitiek, dat gaat lang niet alleen maar over wat wij als burgers bijvoorbeeld in Nederland willen. Dat gaat ook over problemen die ons allemaal op de hele wereld aangaan. En sommige mensen elders in de wereld misschien nog wel meer dan ons hier in Nederland. Wat ik mensen in Groningen zou aanraden, en ik denk ook dat ze dat doen, ik denk dat dit kamp daar een goed voorbeeld van is, is manieren te vinden om een globaal probleem heel lokaal te maken. En dat wil zeggen te laten zien, ook met zo'n actiekamp bijvoorbeeld, ook met acties hier in Groningen, te laten zien hoe gaswinning hier in Groningen aan de ene kant leidt tot heel specifieke lokale problemen waar mensen heel veel nadeel aan ondervinden, maar aan de andere kant ook tot heel veel mondiale problemen waar iedereen uiteindelijk de dupe van wordt. En ik denk dat een actiekamp als dit dat heel mooi laat zien. Er worden hier heel veel verschillende talen gesproken. Er zijn hier mensen uit heel Europa bij elkaar. Dus een van de boodschappen van het actiekamp, denk ik, is ook juist dat we het hier hebben over een probleem dat zowel een heel specifieke lokale dynamiek heeft, maar ook een globale dynamiek. En ik denk dat juist in de context van klimaatverandering die twee heel moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Ik denk eigenlijk vooral dat heel veel andere mensen die tegen andere problemen of vergelijkbare problemen elders aanlopen, heel veel kunnen leren van wat de Groningers hier nu aan het doen zijn met een actiekamp als dit.